Hallo allemaal, ik heb vandaag slecht nieuws. Het is vandaag code geel, want het wint en het wijst. Dus ik heb een gouden snelle planken en ik ga opdragen. En ik geloof dat deze meer power geven aan mij om nog meer kracht te geven door code geel overheen te kunnen bereiken. Dus ik ga lekker naar buiten, pak ik fiets op en dan ga ik lekker fietsen. I'm ready. Ik ben niet van plan meer om verder te gaan fietsen, maar ik ga terugkeren. Oh, ik wil naar huis. Het is koud. Jemig. Kijk hoe gek die blaadjes zijn. Die vliegen en die andere rollen. En dat is wat het wind doet tegen die blaadjes. Even jammer dat ik weer thuis ben vanwege het weer, het regen iets harder en het wind. En het was niet leuk. Maar gelukkig ben ik thuis, heb ik lekker fruit en even lekker gegeten. Het is goed voor mijn lichaam en vermindert de griepje verkouden. Tijdens eten hoorde ik wel eens vanuit buiten een wind die geeft een duwtje tegen de deur en dan maakt die deur een piepgeluid. Heel irritant. En dat komt door vanwege het wind. Dat is de oorzaak. Voem. Het kan me niet schelen of het regent of niet, maar het gaat door. Want vloggen geef ik niet op. Ik heb alvast in mijn hoofd over nagedacht wat ik wil doen. En toen heb ik opeens en plotseling een ideetje. Ik ga naar Alkmaar toe en dan ga ik geld opnemen en vervolgens ga ik naar de Achterdam en daar ga ik vragen voor of ze kunnen een erotisch massage doen voor mij. Ik vind het helemaal leuk. De reden waarom ik naar Alkmaar toe voor erotische massage was van de... Wow! Wat was het ook weer? Oh ja, dat ik last heb van mijn schouder en mijn rug. De rug heb ik last van een paar dagen al geleden al. Dus ongeveer 2 of 3 dagen waar mijn schouder vandaag waren. Het komt goed. Die heeft een massage nodig voor de erotisch massage. Het regent buiten en mensen staan hier wachten tot het droog is. En dat hopen ze. Maar ik ben geen badje. Ik ga gewoon dwars door de regen, want het is veilig ondanks een capuchon. Net zoals tegen over mijn neus. Capuchons is het goed voor tegen vocht en regen, zodat je haar droog blijft. Hey, ik ben erop gewacht. Niet te veel. Ik ben gelukkig op tijd gestopt, want die fietsen zijn eigenwijs, die zien de zebrapad niet eens. Nou, blinde kip. Die moeten beter ogen open blijven. Dit is zeker een pad, ik heb voor de rug. Heerlijk. Hey, stop voor de zekerheid. Oké. Deze auto luistert wel, dankjewel. Goh, die auto. Uitkijken. Die moet stoppen. Goed zo. En ik hoop dat het niet aangereden wordt. Ik wou het zeker een pad met voor te hebben. En als dat gebeurt, dan ben ik niet blij mee. En dan is het niet mijn schuld. Ik schaam vergoeding en dan word ik rijk. Zo gaat het. Wat is daar aan de hand? Even kijken. Oh. Leuk. Heel benieuwd wat dat is. Ze zijn aan de presentatie dus. Vreemd. Dat was grappig. Alsof die gast die speelde alsof hij president is van dat gebouw. Maar ik weet niet wat dat is, maar het is heel bijzonder. Het is best grappig dat ik meemaak. Per ongeluk staat hij de deur open van de garage. Maar het is gewoon privé. Een president voor een kiezingen van de mol. Check die bus. Oh my god. Het is vochtig. Is boxing. Hey, geen boxing. Nou. Wat een muscle heb ik. Dat is een kerstboom van Alkmaar. Hij is hoog. Best mooi gemaakt. En wat is dat? Is dat donuts? Lijkt erop. Donut boy. Let's go. Check it. Hey, kijk. Is een kaas. Alkmaar is kaas.
stad. En dat heeft iemand dit gemaakt aan de kerstboom. Ook dat is verdeeld door de wind, die waait. En dat is het beste. Kijk, dat is de auto dus hier en ik geluk op tijd voor het jumpscare. Nou, is het veilig? En ik vind het knap dat de auto komt niet van toch. En de fietsen? Dat is niet goed. Binnen stad moet je wandelen, maar niet fietsen. Er is maar enige auto die daar rijdt. Wat toevallig. Iedereen kijkt uit voor de auto. Het is mooi. En weet je wat leuk is? Daar is de kroeg. Mensen die uitgaan, gaat hij daar naartoe lekker dansen in de weekend. Maar helaas rijdt er geen bus vanaf hier naar Horen. Wel taxi. En het belangrijke is dat je van de thuis bent. Dus als je een kent of als je een rijbewijs hebt, nou, you're safe. Of anders taxi, maar dan ben je veel duurder kwijt. Maar iedereen zijn keuze. Dus iedereen moet zelf weten. Maar ineens ben ik deze kroeg tegengekomen en toen ben ik heen gegaan. Lekker binnen drinken. En dan ben ik uit. Ga even kijken wat nog waar de plek is. En ik weet ook waar het is. Ik ga verder met mijn eigen gang. Achterdam. En daar ga ik naartoe. En zo ziet dus hoe het eruit ziet. Op zoek naar erotisch massage. Dus als ik klaar ben, laat ik het jullie weten. Ik ben naar binnen geweest en ik heb gevraagd voor erotisch massage. Toen hebben ze voor mij gedaan mijn rug en mijn voeten. En ik geniet ervan met mijn blote lichaam. En ze kan echt zo goed een massage geven. Ze zei tegen mij, af en toe heb je dat echt nodig. En het komt doordat je te veel werkt. En dan heb je last van als je wakker wordt. En nadat je wakker wordt, dan krijg je te voelen van dat je niet fijn vindt. Dus ik ben enorm blij dat zij hebben voor mij gedaan hebben vanaf mijn rug, mijn bips en mijn voorkant helemaal blote lijf. En ik ben blij dat het echt gebeurd is, want mijn lichaam kunnen vanavond goed slapen. En morgen, als ik wakker word, word ik sterk. En dan heb ik echt zin om naar werk te gaan. Maar ik ben nu aan het lopen. Mijn voeten hebben nu geen last van met het gevoel van ik heb geen zin in. Dus ik kan weer naar mijn eigen gang. Ik blijf 30 minuten of langer natuurlijk binnen. En het heeft €50 best waard gekost. En ik ben blij mee dat zij voor mij hebben gedaan. En mijn lichaam is nu enorm tevreden, blij. En dat heeft hij echt nodig met feeling, spirit. En als mijn spirit terug is, dan is mijn voeten, alle lichaam weer gezond. En dat noem je gezondheid lichaam. Yes! Oh nee, dit heb ik nog maar 10 minuten gaan. Ik moet snelle plannen opdragen, maar dan zie ik hoe snel ik ben. Ik zie het alles. Let's go. Als ik het gered heb, laat ik aan jullie weten. Kom je op tijd, ben je niet verliezen. Jee, 10 minuten af. Wisten jullie dat mijn lichaam voelt een stuk beter? Dus ik ben super snel. Low tempo. Yeah. Oh, wow. Deze mensen zijn nog moeilijk. Yeah. Ik voel het. Wacht. Kom op. I made it. Never give up. Super down dog. Yes. Ik heb gered. Kijk, vet vroeg. Nog maar 3 minuten gaan. Dan moet ik de trein stappen. En dan let's go home. Nou, duimpje omhoog. Ik ben veilig thuis. Dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei allemaal, later.